Midden in Amsterdam, aan de Kloveniersburgwal, staat het Trippenhuis, waarin de Koninklijke Academie voor Wetenschappen haar onderdak heeft. De Europese Raad voor Kernfysisch Onderzoek, waarbij zich 10 landen hebben aangesloten, is hier nu samengekomen om de toekomst van het Europese atoomonderzoek te bespreken. De delegatie uit Zwitserland bestaat uit de natuurkundigen Picot en Reusch. Uit Denemarken kwamen de professoren Nielsen en Hansen. Frankrijk wordt vertegenwoordigd door professor Perrin en de heer Valeur. Voor ons land zijn onder andere professor Bakker en dokter Anders Banier aanwezig. Professor Colonetti en dokter Pennetta vormen de Italiaanse delegatie. Voor West-Duitsland is er onder meer de Nobelprijswinnaar professor Heisenberg. President van deze belangrijke vergadering is de beroemde Zwitserse fysicus professor Scherrer. Als vertegenwoordiger van de UNESCO treedt professor Auger op. Ook de Deense Nobelprijswinnaar professor Niels Bohr neemt aan de besprekingen deel. De vergadering besloot tot de bouw van een laboratorium in Zwitserland voor gemeenschappelijk Europees atoomonderzoek. Dicht